en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag woensdag en het is 7:50. Ik kon een beetje moeilijk mijn bed uitkomen vanochtend, maar goed. Ik heb wel om 9:30 een aquales en daar wil ik gewoon wel graag heen. Dus nou goed, ik ben er ook uit nu. Ik ben 30 geworden ondertussen. Afgelopen zondag was ik jarig. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de felicitaties onder mijn vorige video en op Insta. Ja, dat vind ik gewoon super leuk en ja, dat waardeer ik ook heel erg. Dus dankjewel daarvoor. Aankomend weekend gevier ik het dan nog met familie op de camping. En een paar dagen geleden waren moeder en Jaap waren ook bij ons. Ook alvast op mijn verjaardag, maar ook omdat we dus 4 jaar getrouwd waren. Zo. Goed. Wat wil ik doen? Oh ja, ontbijten. Ik ga even ontbijten en dan moet ik... Oh nee, ik kan nu wat later weg. Want ik wou eigenlijk op de fiets, maar het sputtert nu. Volgens Johan zou het wel wat echt gaan regenen vanochtend. Dus ja, dan ga ik maar met de auto. Liefst ga ik op de fiets heen. Maar goed, ja, als het gaat regenen, dan ga ik met de auto. Dus ja, goed. Ik ga even ontbijten. Ik denk even een bolletje met wat erop. En dan tas klaarmaken. Wat ga ik verder nemen erbij? En dan ga ik die kant op. Maar goed, dan kan ik dus iets later vertrekken, om met de auto is gewoon korter bij dan met fiets. Dus dan heb ik wel iets weer langer tijd om even klaar te maken. Ik moet dat alles nog inpakken. Oh, en ik moet eigenlijk ook nog even beginnen alvast met de tas voor de aankomend weekend te pakken. Aangezien we dus naar de camping gaan. En ik wil de koelkast één van deze dagen nog schoonmaken. Ik heb eigenlijk nog wel een aantal dingen op de planning staan. Dus even kijken wanneer ik wat ga doen. Goed, ja, die tas moet in ieder geval ingepakt worden. Het is nu woensdag. Is het wel woensdag? Ja, toch? Ik heb... Ja, woensdag. En we gaan vrijdag weg. Dus we mogen vandaag mogen we even beginnen. Want ik ken mezelf. Als ik niet op tijd ga beginnen, ga ik de helft vergeten. Waarschijnlijk ga ik sowieso wat vergeten. Want dat is elke keer zo. Maar goed. Dan, als ik het nu ingepakt vandaag, dan kan ik morgen nog even checken of ik alles bij heb. Dus vandaar. Nou, ik ga even broodjes smeren en dan tas pakken. Mijn ontbijtje van vandaag is een bolletje. En ik heb hier ook nog een nectarine in stukjes liggen. We hadden een bak met nectarines in het Good Go pakket zitten. Dus ja, nectarine erbij. Dat ga ik even opeten. Ik ga nog heel even checken hoe het weer is buiten. Ja, het mist het een beetje. En dan denk ik, ja... Ik ga denk gewoon op de fiets. Dan zie ik het wel of het droog blijft of niet. Kijk, de misteren, dat vind ik dan niet zo erg. We gaan het zien. Maar goed, wat ik nog wil zeggen. Onze plantjes die gaan echt supergoed. De sherry tomaat. Oh ja, gisteren hebben we... Nee, niet gisteren. Afgelopen week hadden we al... Johan en ik allebei een aardbei kunnen eten. Nou ja, er zit er nu ook al één aan. Kijk, dit is toch... Ja, ik hou hiervan. Ik vind het echt zo leuk. Ik vind het geweldig. Deze ziet er ook echt al goed uit. Deze kan er ook al bijna af, denk ik. Hier begint eentje te groeien. Nou, maar die moet nog even. En ik zag hier... Gisteren ook... Oh ja, deze moet ook nog wel even. Oh, en deze. En ze waren ook echt super lekker. Dus ja, helemaal blij mee. En we hebben dus de cherry tomaatjes. Die gaan ook heel goed. Er zit nog geen cherry tomaatje aan. Maar de planten die groeien wel echt goed omhoog nu. Ook denk ik door middel van juist die stokjes. Ja, die erin zijn. Kijk, want dit groeit helemaal keurig zo omhoog. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik wil eigenlijk, het liefst, zou ik eigenlijk nog wat bij willen zaaien. Nog misschien wat anders. Even kijken wat. Moet even kijken wat ik nog in deze maand wat nog kan. Maar goed, op internet is er wel genoeg over te vinden. Want ik heb ook van Jaap en van mijn moeder onder andere een kweektafel, heet het? Kweekbak, kweektafel op poten gekregen. Voor mijn verjaardag. En die wil ik eigenlijk wel heel graag gebruiken. Even kijken hoor. Ik kan het nog wel even laten zien, denk ik. Ja, ik heb de tas net al ingepakt, dus dat hoef ik niet meer te doen. Ik zet hem even de camera op het statief neer. Dan kan ik de bak even erbij pakken. Zo. Dit is deze. Hij moet nog in elkaar. Volgens mij is het gewoon heel snel klaar. Dit is dan de bovenkant. Hij is best wel vrij groot. Nou, dit kan dan... Zo open en dicht. Ja, dat vind ik echt leuk. En hier, oh kijk. Hier de gebruiksaanwijzing zie ik. En hier staan de rest van het inhoud. de bak zelf. Nou, dit zijn dan de kolenkozijnen. Die kan je dan hier onderaan echt bevestigen. Ja, en ik vind het gewoon leuk om deze ook nog dit jaar te gaan gebruiken. Dus ja, wie weet ga ik dat ook nog doen. En ja, nu ik toch aan het vertellen ben over het cadeau wat ik gekregen heb. Deze ik ook nog van mijn moeder en Jaap gekregen. Dat horloge. Ik weet niet precies wat voor merk het is. Maar hij bevalt me echt super goed. Ik vind de kleur ook leuk. Een groen bandje. En ik had eerder een horloge had wel om. Alleen die ging kapot. Het bandje was ook stuk. Maar goed, het horloge zelf ging uiteindelijk ook kapot. En daarna had ik nog weer een ander horloge. Maar daar ging het bandje ook voor kapot. En het was ook niet de moeite waard om het te laten maken. Dus ik heb nu deze. Ja, dat vind ik echt wel mooie. En gewoon handig. Ja, ik vind het gewoon handig om tijd bij me te hebben. Er staat wel verschillende functies, heb je er ook op. Dus ja, nee, helemaal blij mee. Zo. Zo, de moest even uit. Ja, oh ja, en straks wil ik eigenlijk ook nog even naar de HEMA. Want ik had er super leuke dingen gezien. Dus ik ga kijken of ik die nu even kan halen. Ja. Nou, ik ben weer thuis. Ik ga alleen wel eerst even een andere broek aantrekken. Ik was aan het omkleden en toen merkte ik dat mijn wit stuk was. Echt balen, want ik vind het een hele fijne broek die ik aan heb. Dus ik weet ook niet of het de moeite waard is om het te laten maken. Maar ja, dit kan ook niet. Ja, want ik heb nu maar mijn t-shirt over mijn broek heen gedaan, zodat je het niet ziet. Maar normaal gesproken heb ik mijn t-shirt dus in mijn broek. Ja. Ja, ik weet dus ook niet. Ja, dat ken ik natuurlijk niet. Ik weet ook niet of het de moeite. Kijk, die gaat natuurlijk niet. Dus ik weet ook niet of de moeite waard is om het te laten maken. Maar ik baal er wel van. Dus ja, goed. Ik ga eerst een andere broek uittrekken. Het is ondertussen al bijna 12:30. Ik zal zo even laten zien. Ik ben dus bij de HEMA geweest, wat ik heb gekocht. En ik heb ook nog even bij de Action deze gehaald. Ik heb expres even opgelet welke je nog in juni kunt zaaien. En dat is onder andere dus rode biet. Ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat. Ik ga wel even op internet ook opzoeken hoe ik dat beste kan doen. En ook broccoli. Dus dat wil ik vandaag ook echt gaan doen. En ik ben nog even langs de markt geweest. Want ik fietste langs en dacht, oh ja, er is markt vandaag. Dus ik heb nog even bananen gehaald. En ik ga straks smoothie maken. Ik kan mooi vast een banaan bij gebruiken. En dan zal ik zo nog even laten zien wat ik bij de HEMA heb gehaald. Want ik is even een andere broek bij doen. Ik zal nog even laten zien wat ik bij de HEMA heb gehaald. Oh ja, deze heb ik gekocht. Vond ik zo leuk. Een fruitkweekset. Even zien wat er allemaal in zit. Een starterskit. Fris fruit. Bevalt 8 bakjes, 4 zakjes zaad. Aardbei, watermeloen, suikermeloen en kiwi. En 8 kokosvezeltabletjes. Oh, dat vind ik zo leuk. Ik denk niet dat ik alles nu nog kan kweken. Want volgens mij ben ik met sommige dingen altijd al laat. Maar dan kan ik dat volgend jaar doen. Ja, dit vond ik echt zo leuk. Ik vind de verpakking alleen al leuk. Maar ik vind het ook echt heel leuk om hier bezig te zijn. Oh ja, kijk, je ziet hier die bakjes al. Oh, er valt er wat uit. Dus die, even kijken hoor. Ik had hier een bonnetje. Deze was €4 de kweekset. Er waren een aantal dingen ook in de sale. Dus dat is natuurlijk altijd goed. Voor mij was deze ook in de sale trouwens, die kweekset. Ja, van €5,50 voor €4. Dan, ja, hier ging ik eigenlijk ook vooral voor naar de HEMA. Ik wil eigenlijk al een tijdje van die aardewerklepeltjes. Die vind ik zo mooi. En die vind ik zo mooi, denk ik, ook in onze kopjes. Als ik bijvoorbeeld een cappuccino zo maak en zo'n leuk lepeltje erbij, vind ik echt geweldig. En deze waren dus ook in de aanbieding. Dus ik dacht, ja, die ga ik halen. Het zijn deze. En misschien moet ik ze maar even uithalen. Dan kan ik ze even iets beter laten zien. Ik vond die kleuren zo leuk. En ik denk dat het ook wel heel leuk past bij onze mokjes en kopjes en bekers. Oh ja, ik vind ze echt geweldig. Hoe ga ik het goed laten zien? Zo. Ik hoop dat ik het zo goed kan laten zien. Ja, ik vond die kleuren echt geweldig. En ik heb hier dus 2 van gekocht. 2 setjes. Even zien waar die allemaal is. Ja, hier. Oh ja, ik vind het helemaal leuk. Even kijken, deze waren ook in de aanbieding. Eén zo'n setje kostte eerst €14 en nou €9 per setje. Ja, dan heb ik nog Griekse kaas gekocht. Eigenlijk niet nodig. Maar ik rook eraan en ik vond hem zo lekker ruiken. En ik vind de kleur pot ook heel leuk. Daar staat ook op Calm. Maar de geur, oh heerlijk. Ja, wat is het voor geur? Misschien staat er op de onderkant. Ja, ik ben heel slecht in geuren omschrijven, maar hij is echt super lekker. En voor €2 dacht ik, ja, ik ga hem toch meenemen. Ik weet niet of ik hem binnen neer ga zetten. Of dat ik hem buiten neer ga zetten. Maar ja, ik vond hem en mooi en hij rookt lekker. En het is best wel een flinke kaas met rilonten. Dus ik wil denk ik wel even mee vooruit. En dan, ja, nog weer een kaas gekocht. Niet nodig, maar ik vond het ook weer een leuke kleur. En ik heb, ja, we hebben best wel veel dinerkaas, maar niet echt van deze kaarsen. Dus nou ja, toen dacht ik, nou deze neem ik toch ook wel mee dan. Voor €1 nu. En ik zag deze ook. Die passen hier eigenlijk wel heel leuk bij. Ja, dit is dan wel weer een dinerkaas, wat we eigenlijk wel genoeg hebben. Maar ik vond de kleur ook leuk en ook leuk met die... wat is het? Zo'n streep erin. Voor 50 cent nu per stuk. Dus heb ik ook meegenomen. Dit waren mijn aankopen van HEMA. Ja, ik ben echt blij mee. Ik heb helemaal zin om dit ook te gaan doen, die kweekset. Knieën is geweldig. Ja, ik ben heel blij met de dingen die ik heb gekocht. Nou, ik ga even beginnen met de zaadjes. Ik heb wel even een jas aan gedaan. Ik vind het best wel fris nu buiten. De afgelopen dagen was het echt warm. En nu nou ja, heb ik in ieder geval nu een jas aan. Ik ga even beginnen met de broccoli. Ik heb even op internet opgezocht hoe ik dat het beste kan doen. Dus ik ga ermee beginnen. En dan ga ik daarna door naar de rode biet. Ik heb potjes en potgrond. Ik zei de vorige keer al dat ik nieuw moest halen. En het is ook echt niet zoveel meer. Maar ik denk dat het nog net voor vandaag wel lukt. En dan denk ik dat ik... Even kijken, wat is morgen donderdag? Dat ik misschien morgen even naar de tuincentrum ga. Om dus even een nieuw potgrond te halen. Maar dit moet nog net lukken, denk ik. Ik ben klaar met broccoli. Ik ben heel erg benieuwd wat ik ga doen. Ik wou het eigenlijk eerst in de kleine kweekbak zetten die ik nog had. Alleen daar past het gewoon niet allemaal in. Dus ik heb de nieuwe kweekbak in elkaar gezet en ik ga het daarin doen. Dan heeft het gewoon genoeg ruimte. Ik kan het ook allemaal in. Ga ik dit voor wat anders bewaren. En ik denk... Want volgens mij kon het wel gewoon binnen staan eerst. Dat ik het dan in de... ja, of in de kamer of in de bijkeuken zet. Maar dan moet ik even goed kijken hoe het het beste kan staan. Maar ik doe het in ieder geval eerst hierin. Kijk, die heeft genoeg ruimte. Dus dat is top. Ik ga nu voor de bieten. Ik heb even weer opgezocht hoe en wat ik het beste kan doen. Dat kan, of ja, dat doe ik dan wel in deze bak. En dan ga ik 9 gaatjes maken. En dan kunnen er 1 tot 2 zaadjes en één vakje, zeg maar. En dan ga ik het dicht doen en dan zet ik dit wel binnen neer. En ik denk dat ik die grote bak dan maar wel buiten neerzet. En dan in de zon. Want het moet dan wel in de zon. Dus dan moet ik even kijken waar het meeste zon dan komt. Zet ik het daar neer. En ja, hier doe ik het dan zo op een rij. En dan doe ik hier dan de zaadjes in. Nou, als ik het allemaal ga doen zoals hoe het dit doet, dan doe ik het ervoor. Ik ben echt heel benieuwd. Ja, dit groeit echt... Ja, eigenlijk wel als kool. Ik zag net nog op mijn TikTok nog een filmpje van wat ik een tijdje geleden heb gemaakt. En toen waren ze echt nog best wel klein. Maar nu gaat het echt goed de hoogte in. Dus ja. Dit gaat hartstikke goed. Nou, ik ben gelijk maar doorgegaan naar de keuken om de koelkast schoon te maken. Ik heb er weinig puf van. Maar goed, dat moet gewoon gebeuren. Oh, het is gewoon echt hoog nodig. Dus ik denk, ja, ik kan het beter nu doen. Oh, het is gewoon een ratje toe. Dan kan ik het gelijk... Ja... durf het eigenlijk bijna niet te laten zien. Ik kan het gelijk even goed herindelen. Ja, dus laat ik het nu maar gaan doen. Ik heb hier toch het geduld niet voor om die dingen erin te krijgen. Oh, dat meen je niet. Oh, ik heb hier echt het geduld niet voor. Is dat ding eraf gevallen? Oh. Wat een beschikking. Ik ben hier echt niet voor in de wieg gelegd. Hoe zit dit nou weer? Oh, dat ding er eigenlijk weer in. Nou, de klus is geklaard hoor. Jongen. Oh. Ik kreeg die laders er weer, hoe heet het, die planken, of die, hoe noem je die dingen, die kreeg ik er niet meer in. Er zit nou nog schots en scheef volgens mij. Maar het is schoon. Het was ook echt nodig. Het zag er echt niet uit. Ik heb zelfs nog een lader nu, ik heb het een beetje geherorganiseerd. Ik zou eigenlijk van die bakken moeten kopen om alles echt goed te organiseren. Maar goed, die heb ik nu niet. Nou, het heb ik voor mij ook nog iets kapot gemaakt. Dus dat is top. Hier is helemaal zo'n ding af. Het is volgens mij geen ramp als dit er niet in zit. Maar dit is dan kapot. Ik maak ook een keer weer wat schoon hoor. Gaat ook altijd wel weer mis. Oh. En ik heb er gewoon het geduld er niet voor. Dan kreeg ik die plank er weer niet in. En oh. Maar goed, het is schoon. Dat is het belangrijkste. Ik wil verder ook niet zuren of klagen. Maar oh. We gaan weer positief verder. Maar het ziet er wel weer echt netjes uit. Dus ik ga natuurlijk wel even een rondleiding geven door onze koelkast. Ja, volgens mij hebben jullie het wel een beetje kunnen zien vooraf hoe het eruit ziet. Nou, kijk, dit is een beetje geherorganiseerd. Ik heb daar een doekje doorheen gedaan. De lades hier. Nou, deze is zelfs helemaal leeg. En ja, het kan net hoor. Maar goed, voor nu vind ik het eigenlijk wel prima. Dus dat is gewoon hartstikke fijn. Zo, ik heb nu zin in een groot glas oranje. En we hebben die van, even kijken. Deze vind ik heerlijk. Iced Tea Persik van Slimpy is die. Dus hier ga ik even een groot glas van nemen met lekker koud water uit de koelkast. En ik wil eigenlijk vandaag ook nog boven schoonmaken. Maar ik kijk of ik dat vandaag al doe of dat ik het gewoon morgen ga doen. Dus ik kan morgen ook wel. Dus nou, kijk wel even. Nou, ik ga het er ook maar even boven gelijk schoonmaken. Ik doe even oordopjes in. Even muziek luisteren ondertussen. Is het maar weer klaar. Dan hoef ik het morgen ook niet te doen. Zo. Even koppelen aan mijn telefoon. Vandaag gaan we gewoon lekker makkelijk eten. We hebben dus pannenkoeken. Ik had die... Het is vandaag woensdag. Maandag. Zo gehaald. Met Albert Heijn. Ik had in de bonusbox zitten voor... 1 + 1 gratis. Dus ik denk, oh, ik heb een keer weer zin in pannenkoeken. Het is niet zelf te maken, vind ik ook wel een keer lekker. Meestal maken ze wel zelf. Maar gewoon lekker en simpel. Even kijken. Oh, dit zijn trouwens de oordopjes van de Action en die bevallen goed. Let's go. ook dat is weer klaar. Toch wel fijn dat ik het nu gedaan heb. En ik had zin in wat. Dus ik heb nog even een wrappie gemaakt met roomkaas, komkommer, tomaat en paprika. Volgens mij is dat alles wat erop zit. Dat ga ik nog even eten. Het is ondertussen ook 4 uur. Dus jongens zal wel denk ik rond 5 uur thuis zijn. En dan gaan we dan lekker pannenkoek eten. Liep ik al te hard. Hè? Liep ik al te hard. Jij? Ja. We zijn nog even aan de wandel geslagen. Ik heb wel besloten dat ik morgen mijn tas in pak. Dat wil ik eigenlijk vandaag doen, maar... Ik kan het allemaal niet. Wie? Ik niet. Ja, dat weet ik. Maar ik kan het wel doen. Mijn eigen tas. Oh, pak je mijn tas ook niet? Nee, nee. Ik mag hopen dat ik mijn eigen spullen allemaal meeneem. Dat ik niks vergeet. Een dikke trui meeneem. Ja. Nou, weet je de vorige keer nog dat het s'avonds best wel warm, koud was, fris was. Mm-hmm. En de volgende ochtend werd het met lange mouwen zo wakker bloedheet. Mm-hmm. Ja, dan breek je de tent uit. Nee, je moet tactisch neer. Wat is dat? Ja, de tent maar hem tactisch neer. Ja, jij denkt dat het sla is? Wie weet wat het is? Ui? Oh, weet je wat we kunnen doen? We gaan eens even... Wil je heel vasthouden? Oh, oh joh, weet je wat het... Het is beta vulgaris subs vulgaris. Ui. Nee, volgens mij niet. Waar is dit gewoon nee, ui? Kijk. Er zijn verschillende dingen. Er zijn verschillende dingen. Wat? Of is dit wel ui dan? Nee, dit is biet. Biet joh. Rode biet? Kijk dan. Nou ja, wat is het? Ik kom met Google Lens. Ja, die naam zegt gewoon niet wat. Zoeken. Biet. Voor koffie. Even kijken welke heb ik nu. Dit is de latte macchiato karamel. Lekker. Ik heb alleen niet het nieuwe lepeltje erbij, want die zit allemaal in de vaatwasser. Zo. Inmiddels is het 10 uur en ik ga naar bed. Ik ga hierbij ook de video afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Zou je een duimpje omhoog willen doen. En dan hoop ik je weer te zien bij een volgende video. Doei doei!